Welkom. Welkom weer bij dit negende webinar in een rij. En welkom op de laatste dag van het kosmisch Tibetaans jaar. Morgen, 3 maart, start Losag. Lo betekent jaar, Sag betekent nieuw. Er start een kosmisch nieuw jaar, wat voor jezelf nieuwe kansen, nieuwe plannen betekent en nieuwe energieën die je gaat dragen. En ik hoop je daar in dit webinar een beetje meer inzicht in te geven. Wat is nu je grootste wens? Wat is je droom? Wat zou je enorm graag willen, ongeacht of je hoofd zegt dat kan eigenlijk niet? Wat is je droom? Wat leeft er? Wat leeft er in je hart? Want je staat echt op een punt. Op een punt waarop je een plan kunt gaan maken, een richting kunt gaan kiezen om je leven nieuwe vorm te gaan geven. En misschien klinkt dat heel groot en ergens is het dat ook. We leven in een hele rare tijd, maar nu vergeet even alles om je heen. Wat is je droom? Wat voel je diep in je hart? Want als je gaat werken aan een plan, aan een nieuwe ik, aan een ik waarvan je niet weet in wat voor tijd die zichzelf vooruit gaat bewegen. Dat moment, dit moment is hier nu. En ik hoop dat ik je kan helpen om te ontdekken wat zijn je kwaliteiten. En meestal zijn dat dingen die verbergen zich een hele lange tijd. Met je hoofd denk je dat je bepaalde kwaliteiten hebt. In je hart leven gegarandeerd nog andere. En die gaan belangrijk worden. Als je je kwaliteiten kunt ontdekken, dan word je vanzelf gesteund om daar vorm aan te geven. En vanavond gaat het over divinatie. Een ander woord voor divinatie wordt vaak gezegd waarzeggen, waarzegging. Nu klinkt dat een beetje kermisachtig. Ik ga naar een waarzegster en ik kijk in de glazen bol en dan weet ik wat ik volgende week wel of niet zou moeten doen. De oorsprong van het woord divinatie, daar zit het woord divine in, goddelijk. Want in je hart leeft een goddelijk plan. Wat jij ook bij het begrip God invult. In je hart leeft iets wat geleefd wil worden. En divinatie heeft daar altijd de mens bij kunnen helpen. Divinatie betekent zoveel als erachter komen wat de wil van God is voor jouw leven. Wat de wil van die energie is. Want God is in deze zin niet een man ergens boven een wolk die over ons heerst en die alles beheerst. God is jouw pure levensenergie. Die kracht die door jou heen stroomt, die door ons allemaal heen stroomt en die je niet kan pakken. Het is niet stoffelijk. Die kracht is soms ook niet eens met woorden te omschrijven, maar die zit veel meer in je gevoelswereld,
je intuïtie, je wensen, je dromen. Divinatie, we stappen het jaar in van de Yang Water Tijger. Zowel de Tibetaanse als de Chinese leer hebben een iets andere jaartelling. Zij stappen het jaar 2149 in. Maar belangrijk is, het is het jaar van de Yang Water Tijger. Divinatie, zoals we daar vanavond naar kijken. Ik heb stukken genomen uit de Chinese en uit de Tibetaanse boeken van divinatie. En er zijn natuurlijk heel veel vormen. Misschien ben je zelf bekend met tarot. Of gebruik je horoscoopkennis. Misschien heb je ooit gehoord van Ouija-bord, glaasje draaien, van palmbladeren lezen. Dat zijn allemaal vormen, instrumenten die erbij kunnen helpen om de wil van de goden, de wil van die energie te begrijpen. Wat moet ik met mijn leven? Welke kant ga ik op? Hoe ga ik met dit probleem om? En in de Tibetaanse leer is er een prachtige manier van dat soort energie lezen. En als een Tibetaans arts een patiënt heeft, een cliënt heeft met een psychisch probleem die wat nauwelijks is op te lossen, waar je niet de vinger achter kunt krijgen, dan zegt de energie van het lichaam, geeft het antwoord op welk vlak de diepe oorzaak van dat probleem kan liggen. En wat een Tibetaans arts dan doet, die vraagt om 's ochtends je urine op te vangen in een speciaal ronde container die je meekrijgt. Aan één kant van die container wordt een zwart streepje gezet. Aan die kant laat je je plasje het eerste invullen. En dan verzamel je de urine. Vervolgens breng je de urine naar de Amshi, de Tibetaans arts. Die kijkt in dat glas en die verdeelt het glas, net als boter, kaas, eieren, in 9 vlakjes. Elk vlak vertegenwoordigt een deel van de kosmische energieën in jouw lichaam. En als de urine bijvoorbeeld, als die een tijdje gestaan heeft, een wolkje maakt in één van die vlakken, of als er een verkleuring komt in één van die 9 gebieden, dan is 100% zeker daar de oorzaak van de klacht te vinden. En één van die gebieden gaat bijvoorbeeld over het niet eren van voorouders. Unfinished business, dingen die je hebt laten hangen met overledenen. Dat kan diep in je psyche zichzelf verstoppen. En in je urine wordt dat zichtbaar. Er is bijvoorbeeld ook een vlakje wat gaat over je woning, je huis. Als er iets verkeerd is in de energie van je huis, dan vormt zich een ander symbool of een ander verschijnsel in een ander deel van je urine. De mensheid heeft zo, alle culturen hebben zo technieken gebruikt, maar zeker wat onder die technieken ligt. Alle culturen hebben erkend dat de invloed van de kosmos, datgene waar wij een onderdeel van zijn, dat de invloed van de kosmos enorm van belang is op ons fysieke leven, op ons geestelijk leven, op ons spirituele leven. En de methode, een aantal methodes zoals ik die ken uit de Chinese en de Tibetaanse leer, daarvan kan ik wel zeggen dat ze heel nauwgezet een richting aan kunnen geven waarin ofwel de oorzaak van het probleem te vinden is, maar zeker ook de richting waarin je
kunt gaan begeven om bij een oplossing of bij een heling te komen. Het gaat dus allemaal over kosmische energieën. Kosmische energieën, wat zijn dat voor dingen? Hoe moet je je die voorstellen? Boven in de kosmos zweven die hele grote planeten rond. Die hebben allemaal een omlooptijd. En net als je met iets draait, dat maakt een geluid. Dat geeft trilling af. Dat geeft een wind af. En je kan je voorstellen als een aantal van die grote ballen allemaal draaien, allemaal wind afgeven, allemaal een trilling afgeven, allemaal beïnvloed worden door licht, dan is dat een spil van energie en onze aarde zit daar tussenin. Die zit in die soep van die energieën. Elk jaar hebben die planeten een andere afstand tot elkaar, een iets andere afstand tot de aarde. We zijn met het hele zonnestelsel een heel stuk opgeschoven in de kosmos. En dat is de reden waarom die energieën dan veranderen. Als iets als een tol heel snel tolt en hij maakt een hoog geluid. En daarna gaat hij langzamer draaien of er komt een ander object bij waardoor er iets gebeurt, wordt het geluid anders. Dat is een beetje hoe je je voor kunt stellen dat jaarenergieën veranderen. En die jaarenergieën, daar kan je jezelf de vraag bij stellen. Hoe wisten ze nu, 3800 jaar geleden, want zo ver terug gaat dit deel van divinatie. Hoe wisten ze nu dat in 2019 en 2020 er extreme ziekte zou zijn op de planeet? Dat is de kracht van divinatie. Als je de kosmos kunt lezen, als je de grote elementen kunt lezen, water, hout, vuur, aarde, metaal. Als je begrijpt hoe die krachten op elkaar inwerken, dan kun je die, net als een ingewikkelde wiskundeformule, doorrekenen in de toekomst. En dat is op een eenvoudige manier uitgelegd waarom je 4000 of 2000 jaar geleden, of in de boeken die in het jaar 800 of rond 800 geschreven zijn, heel nauwkeurige informatie kunt vinden over hoe de wereld nu is. En welke kant de wereld op beweegt. Ik kwam voor het eerst in aanraking met een soort verontwaardiging. Hoe kan een planeet die niet de aarde is mij beïnvloeden? En toen ik medical qigong studeerde, kregen we de theorie van Wuxing. In die theorie, daar stond keurig in ons boek, Mercurius regeert over de achterkanten, over je nieren en je blaas. Mars regeert over de voorkant, over ons hart en de darm. Venus regeert over de linkerkant en over longen en dikke darm. Jupiter over de rechterkant, over lever en galblaas. En Saturnus, die planeet met die mooie ringen, die regeert over mild en maag. Nu ben ik altijd iemand geweest die niet meteen dingen aan heeft genomen, maar dingen is gaan onderzoeken. En in de tijd dat ik in België medical qigong studeerde, ben ik de site bij gaan houden van de NASA. Want de NASA weet precies wat er met elke planeet gebeurt en wat wij daarvan mogen weten, dat kun je keurig vinden op de site van de NASA.
En in het jaar dat van de planeet Mercurius, die over je nieren en je blaas gaat. Die planeet heeft ongeveer dezelfde oppervlakte als de aarde. In een jaar dat er enorme, een soort van scheuren werden waargenomen in de korst van Mercurius. En een soort van loslating van die korst. In dat jaar kon ik in mijn wetenschappelijke artikelen lezen dat er een fikse toename was van nierziekte. Dus hoe je het ook bent of keert, planeten hebben invloed op onze organen, op ons fysieke systeem, op alles wat ermee te maken heeft. Heel lang geleden was dat voor mensen zo logisch als wat. En nu kunnen wij dit gebruiken, kunnen we de relaties gebruiken, kunnen we die dieperliggende kennis gebruiken om mee te nemen in waarzegging, in divinatie. Wat vanavond het focus is, is zeker je gezondheid in deze tijd. Je gezondheid en je plannen voor je wensen, voor je hart, voor je richting die je op wil gaan. En daarvoor gaan we terug naar het Yang watertijgerjaar. De Chinese en de Tibetaanse leer hebben allebei Yang watertijger. Elk jaar, als dus die energiedrager verandert, die iets voor jou gaat verzorgen, elk jaar wordt geregeerd door een dier, krijgt een diernaam. Daarnaast hoort bij elk jaar één van de vijf elementen, water, hout, vuur, aarde of metaal. En daarnaast is elk jaar yin of yang. Yin is vrouwelijke energie, yang is mannelijke energie. Wat we nu hebben is, en ik heb het hier puur overgenomen uit die divinatieboeken. Niet uit wat er uit mijn hoofd komt, maar wat er op geschrift staat. Het dierteken van dit jaar, tijger. En wat voor gevoel heb jij bij een tijger? Wat voor een dier is dat? Tijger staat voor energie, voor kracht, voor leiderschap. Tijger staat ook voor respect, want voor zo'n groot hoofddier kun je maar beter respect hebben. En tijger staat voor revolutionaire ideeën. Revolutie, zowel in de goede als in de minder goede zin van het woord. Maar tijger staat ook voor kwetsbaarheid. Denk even aan zo'n jonge tijger. Aan die klauwen die er nog niet zijn. Dat wollige, zachte vachtje wat er dan nog is. Die kwetsbaarheid waar een enorm, een krachtig dier uit gaat komen. Als die transformatie omslaat, dan kan tijger ook staan voor zelfzuchtigheid, voor zelfoverschatting en voor een alles of niets houding. Een alles of niets houding kan jou dienen als je wil gaan voor je doel zonder dat je je blind staart op dingen. Een alles of niets houding is fout als fout is misschien niet een prettig woord om te zeggen, maar een alles of niets houding is niet zo handig als er nog kansen zijn en je gaat dit niet pakken. Dat is jammer van die energie die je gekregen hebt. Dus die tijger die kan je steunen aan alle kanten, zeker met kracht, met bescherming, met een scherpe intuïtie, met een doorzettingsvermogen en met
datgene op te ruimen op je pad wat niet meer dient. Een tijger, als hij in het oerwoud rondloopt, wat een tijger doet is het oerwoud schoonhouden. Die dood zwakke dieren, die dood datgene wat plaats moet maken. Dus tijger ruimt op en tijger zet door. Het element van het jaar is water. Iets wat stroomt, iets wat kan kabbelen, iets wat een tsunami kan maken. Water in alle vormen. En als ik je nu de vraag zou stellen, stel er is water en stel je hebt ook hout. Wat voor gevoel is dat? Zeg je, nou dat is een goede combinatie? Of heb je daar twijfels bij? Want het element van het jaar is water, een watertijgerjaar. De tijger zelf heeft ook een element en dat is hout. Hout en water, als je water hebt in overvloed het hele jaar, dan kun je hout laten groeien. Dus de positieve dingen van tijger, die kun jij laten groeien. Doordat dat hout in de tijger zit, kun jij de positieve dingen laten groeien met de hulp van de energiedrager van dit jaar. En in de divinatie wordt gezegd, water en hout staan gunstig ten opzichte van elkaar en zullen daarom harmonie hebben. Dat betekent dat deze configuratie, dat samengaan van hout en water, water en hout, kan helpen om conflicten op te lossen en meer harmonie in internationale relaties te brengen. Dat het jaar van de watertijger ons allemaal drastisch kan veranderen en alles drastisch kan veranderen, dat is helder. In diezelfde divinatie staat dat 2019 en 2020, in die tijd hebben zware energieën geregeerd van donker water en metaal. En dat zijn energieën die alles naar beneden halen en wat die vooral doen is een enorme angst genereren. Dus in de divinatieboeken van heel veel jaren terug staat, behalve dat ziekte de wereld zal regeren in 2019-2020, dat er een enorme golf van angst over de planeet Aarde zal komen. 2019-2020 was er ook element technisch gezien een totale afwezigheid van vuur. Vuur wat warmte brengt, vuur wat koude en angst weg kan nemen en vuur wat staat voor het geven van vertrouwen. Dit verandert, staat er letterlijk in de divinatie, in 2022. Het hout van de tijger, van het dierteken tijger, het hout wat de tijger in zich draagt, wordt beschouwd als de geboorteplaats en de moeder van vuur. Dus laat dat even bezinken. Hout is de geboorteplaats en de moeder van vuur. Als er hout is, dan kan daar vuur geboren worden. En hout zorgt als een moeder voor vuur. De tijger, die watertijger, wordt dus beschouwd als
dat lang verwachte vuur wat gaat komen, die warmte die gaat komen, het nieuwe licht wat gaat komen. En dat vuur, dat is nog verborgen. Dat is nog onder water. Die tijger is nog een deel onder water. Wat voor jou betekent, onder water, heb vertrouwen dat dat vuur komt. Heb vertrouwen dat er warmte komt. En ga onder water je wensen voeden. Je verlangens voeden. Ga een plan maken voor, wat is mijn droom? Welke richting wil ik op? Een kanttekening wordt gemaakt in de boeken bij het water. Wat ik eerder al zei, water heeft of kan verschillende vormen aannemen. Water kan, doordat het jaar Yang is, het is een mannelijk jaar, een mannelijke energie staat voor vooruit, doorstomen, structuur aangeven. Niet links en rechts kijken, gaan. En als dat over de top wordt gehaald, dan kan dat water in een enorme golf veranderen, een enorme tsunami veranderen. En dat betekent in acties dat er acties genomen kunnen worden zonder dat men eerst nadenkt. Wat betekent dat er ook in dit jaar een grote kans is op conflicten. En daar maak ik nu al een zeer vervelend stuk van mee. Die kans op conflicten blijft bestaan, maar het belangrijkste is dat het vuur, wat onvoorwaardelijk komt, dat kan niet anders, want dat is de regel van de elementen. Als er hout is, wordt er vuur geboren. Tijger is een houtteken, die gaat de aanloop nemen om vuur geboren te laten worden. En wat verder als kenmerk geldt voor dit jaar is, of wat je als leidraad mee zou kunnen nemen in jouw eigen manier van bewegen, dan zijn sleutelwoorden transparantie. Dat betekent niet dat je uit de doeken moet gaan doen wat jouw wens is, wat je verlangen is, dat je precies neer gaat zetten. Nee, hou dat bij je. Transparantie betekent, ben helder voor jezelf. Wat wil ik wel? Wat wil ik niet? Dat weet ik niet, dat leg ik op een weegschaal, probeer ik helder te krijgen. Ben transparant voor jezelf en ben alert. Door hele snelle bewegingen, door die snelle actie van het jaar, is het nodig dat je alert blijft, omdat dingen snel kunnen veranderen. En wat verder van belang is, en dat is eigenlijk altijd belangrijk wat mij betreft, is dat je gewoon enorm nieuwsgierig bent. Neem niet dingen aan, ga dingen onderzoeken. Neem geen genoegen met één antwoord op een vraag. Verzin nog 10 andere antwoorden die het ook kunnen zijn. Mijn moeder die gaf mij vroeger een bakje en dan zei ze, oh, dat is een bloemenvaasje, maar je kan hem misschien ook als asbak gebruiken. Of als deksel voor iets anders. Of als een opstapje ergens voor of iets onder. Of ga nooit tevreden zijn met één antwoord op één vraag. Wij komen uit een lineaire tijd, een recht vooruit manier van denken. Als dit zo is, dan is dat zo en dat zo. Nee. Je verhaal, jouw verhaal, mijn verhaal is eigenlijk gewoon maar één versie van de waarheid. En dat klinkt raar, maar ik denk dat dat heel mooi gezegd is. Jouw antwoord is één versie van de waarheid. Oh, wat is de persoon lastig tegen mij. Die doet zus en zo, want
Misschien is die helemaal niet lastig, misschien wil die helpen. Misschien doet hij ook niet zus of zo, misschien is het anders. Misschien als je zijn oorzaak weet voor zijn gedrag, dat het bij jou ook anders is. Ga vragen, ga anders kijken, blijf alert en blijf nieuwsgierig. Wat in de Chinese filosofie, in de Chinese divinatiemethode, in I Ching en andere grote boeken heel mooi is, is een onderdeel uit die divinatie. En dat onderdeel heet de Bazi, de negen sterren. Een ster, in deze zin van het woord, is een periode van 20 jaar. En we gaan nu een periode 9 in. De 9 periode, en die wordt genoemd, die 9 periode, de periode van de Purple Star, de paarse ster of de purperen ster. Die periode, we nemen nu een aanloop, die tijger komt dat vuur terugbrengen, die gaat daar een nieuwe onderwater, een nieuwe geboorteplaats van maken. Die gaat jouw wensen, jouw verlangens voeden mee vormgeven. De periode van de Purple Star start in 2024. Betekent dat je 2022 een aanloopjaar hebt. In 2023 ben je vlakbij de start van Period 9 Purple Star. En een periode 9 staat altijd voor vernieuwing, voor roem in de goede zin van het woord, voor het leven van je passie, voor groei en voor een enorme boost van je spiritualiteit. Dat is een periode van 20 jaar die begint in 2024 en die loopt tot het eind 2043. En ga even terug naar je wens, naar wat er bij jou onder water leeft, wat je zou willen, ook al denk je, oh, dat krijg ik nooit voor elkaar of daar heb ik alles voor nodig, forget it. We gaan een tijd in waarin boekenwijsheid minder belangrijk wordt in de zin dat je nog steeds moet weten waar je over praat. Dat het nog steeds belangrijk is om een aantal zaken helder te hebben. Maar dat het veel belangrijker is om te gaan voelen. Om te gaan graven in je hart, in je zijn, in alles wat er naar boven wil komen, wat nog niet geboren is. Want zoals ik eerder zei, wat zijn je verborgen kwaliteiten? Wat zijn je talenten die nog niet zijn aangeboren? Wat zijn dingen waar je van houdt? Want als het gaat over spiritualiteit, wat wil jouw spirit? En je kunt spirit ook vertalen in je levensenergie of die goddelijke energie die door jou heen stroomt, gewoon elke dag, elke ademtocht. Vanaf 2024, zorg dat je klaar bent om dat een kickstart te geven. En die voorbereidingen kun je nu in vertrouwen dat dat vuur komt allemaal gaan nemen. Die periode 9 staat dus voor een enorme vernieuwing. En als je iets wilt vernieuwen, je wilt iets nieuws, hoe gaat dat dan? Dat is een proces. Dat is een proces wat voor een groot deel onder water plaatsvindt. En dat is ook de drager van de watertijger-energie. De energiedrager van dit jonge watertijgerjaar zegt: onder water vindt de belangrijkste ontwikkeling plaats. Onder water in je
onderbewuste, dat wat omhoog wil komen, maar ook datgene wat in je verlangen zit, wat in je wens zit, wat je nog niet uit wil spreken in de wereld. Als je iets nieuws wil, dan heb je eerst een idee. Oh, dat zou ik graag willen. En dan ga je erover denken, misschien ga je erover mediteren, misschien fantaseer je erover. En dan heel langzaam krijgt het een beetje vorm in je hoofd. En meestal kom je dan op een punt dat je denkt, oh, ik wil heel graag over praten, maar ik ga het nog niet doen, want dan verpest ik misschien iets. Of misschien komt het dan toch niet uit. Of ik hou het maar beter even voor mezelf. Heel langzaam ga je vertrouwen opbouwen om het dan te gaan delen. Misschien met je partner, met een goede vriend, een goede vriendin. Je gaat erover praten. Het gaat vorm krijgen. Je krijgt ideeën. En dan kun je langzaam acties gaan nemen. Dan zegt die vriendin, dat is niet zo handig, je kunt beter dit doen. Dan stel je je richting bij en dan ga je een andere richting in. Dan kom je op een punt dat je dingen nodig hebt, dat je andere mensen nodig hebt, dat je andere ideeën nodig hebt, materialen nodig hebt misschien. Dan komen er meer mensen bij en heel langzaam gaat jouw wens, die onder water leeft, gaat vorm krijgen. En dat is wat je in het watertijgerjaar doet. Bouw onder water aan jouw nieuwe ik. Aan hoe jij je verlangen vorm kunt gaan geven. En tegelijkertijd betekent het, als je onder water werkt, onder water in ons brein, daar ligt ook rommel, oude opslag, dingen die we nog niet hebben afgemaakt. Vaak dingen op gevoelsniveau. Ruzies die nog lopen, oneenigheid die je met iemand hebt, spijt wat je ergens over hebt. Al dat soort nagging things, die zitten ook onder water. Dus als je van jezelf weet, ik heb nog wat losse eindjes, ga kijken hoe je die losse eindjes uit je leven kunt krijgen. Hoe je die uit je kelders kunt krijgen. Want hoe meer losse eindjes je daar opruimt, hoe vrijer je hart wordt. En hoe meer jij jouw verlangen waarheid kunt gaan maken. Dat periode 9 wat er aankomt voor vernieuwing staat. En dat die tijger alles wat dood is in het oerwoud opraakt, dat is helder. Het betekent als je stappen gaat nemen. Één ding is duidelijk. Wat hiervoor werkte. Ik deed altijd dit en dit en dit. En dan was dat uitkomst. Dat werkt in een nieuwe tijd niet meer. Vergeet. Dus als jij in een oude manier van doen blijft zitten. Om zo een probleem op te lossen. Of een nieuwe vorm te maken. Gaat dat niet werken. Je zult uit je oude spoor moeten. En in een nieuw spoor stappen. En een van de belangrijke instrumenten daarvoor is stop nooit met vragen. En neem niet genoegen met één antwoord. Voor jezelf dus. Ik hoop dat je een plan kunt gaan schrijven. Wat mijzelf helpt altijd als ik dingen opschrijf en dan verander ik ze nog 20 keer. Maar voor mij helpt het als ik schrijf, erbij krabbel, teken. Zet op papier. Hoe ga ik mijn plan vormgeven? En wat is mijn intentie? Want we gaan naar een nieuwe tijd waarin spiritualiteit, samen je spirit leven, samen dingen voor elkaar krijgen, waarin dat heel belangrijk wordt. En als jij de intentie hebt, als je de intentie hebt om met jouw kwaliteiten de wereld te dienen,
En dat klinkt misschien groot, maar de wereld dienen is, oké, mijn kwaliteit is dit. Dit is een kwaliteit en betekent dat ik de buurvrouw op kan vangen. Of het kind van de buurvrouw op kan vangen. Omdat de buurvrouw 3 dagen weg is of naar het ziekenhuis moet of weet ik veel wat. Iets wat automatisch uit jou stroomt, waarmee jij de wereld kunt dienen. En vraag jezelf af, wat heeft de wereld nodig? En de wereld begint bij jezelf, bij degene die in je huis wonen, bij de buren. De wereld is je land, de wereld is je streek. De wereld is de mensen met wie jij sport. De wereld is ook heel groot. We zijn allemaal online. Ik kan mensen in Australië helpen, jij kunt mensen in China helpen. Je kunt contact maken met alles en iedereen. Welke kwaliteit kun jij op welke manier delen? Zet je intentie in dat plan. Voel dat je dat wilt delen. Niet voor jezelf, niet om zelf beter of meer aanzien te krijgen. Maar om de wereld, de tijd waarin we nu leven, waarin de aarde zich beweegt, om die mee op te tillen. Want dat is het enige wat van ons allemaal gevraagd wordt. Til jezelf op en til die ander mee op. Draag elkaar een stukje. En wat je gezondheid betreft, in de divinatieboeken, net zoals staat aangegeven dat 2019-2020 dat er een ziekte mondiaal zou gaan. En die ziekte had te maken met ontsteking, met griep, virusachtige verschijnselen. In datzelfde hoofdstuk staat dat wat vanaf nu toe gaat nemen, dat psychische ziektebeelden zijn, neurologische klachten, cardiovasculaire ziekte, ziekte gerelateerd aan ogen, brein, bloed, lymfe en verschillende soorten kanker. En het is heel typisch dat alle bovengenoemde ziekten inmiddels bij holistische artsen, en zeker onder mijn Tibetaanse en Chinese collega's, gezien worden als bijverschijnselen van de mondiale vaccinatie. Natuurlijk krijg je dat daar niet van, maar elk mens heeft een constitutie. En elke constitutie heeft meer kans op een bepaalde ziekte. Ik heb een sterke windconstitutie. Dat betekent dat ik een veel grotere kans heb op hartziekte en een bepaalde soort kanker dan bijvoorbeeld op iets met lymfe of iets anders. Wat betekent het voor jou? Deze periode vraagt om wakker te worden. Om je ideeën te herzien. Om te denken, oké, waar ben ik, als ik langs deze theorie ga kijken, waar is mijn constitutie bevattelijk voor? Waar moet ik op letten? Ik zal simpel meer moeten letten op alle dingen die te maken hebben met windconstitutie. Daar kun je achter komen als je naar een Tibetaans, Ayurvedisch of een Chinees arts gaat. Die kan jou zeggen, deze 2 organen zijn het belangrijkst. En als dat hartlever is, wat bijvoorbeeld mijn 2 belangrijke organen zijn, betekent hart, cardiovasculair, ik moet op mijn hart letten. Lever, ik zal moeten zorgen dat ik op tijd detox, want ik moet dat ding een beetje meer helpen, omdat het anders slechter gaat. Ik zeg niet dat het rijtje wat ik opzom, dat je dat krijgt. Ik zeg alleen dat mondiaal deze klachten toe gaan nemen, dat er meer grotere aantallen van dit soort ziektes geregistreerd gaan worden. En dat is nu al het geval, simpel omdat het voortvloeit uit wat er de laatste 2 jaar heeft plaatsgevonden.
hoe je daar een richting kunt geven, ga ik je direct nog kort of nog even uitleggen. Maar eerst nog even over je werk of je daginvulling, want je hebt iets gedaan, alles is veranderd de laatste 2 jaar, je werk is veranderd, je gevoel, wat wil ik eigenlijk wel, wat wil ik niet, is aan het veranderen. Je wilt een nieuwe richting kiezen. In de boeken staat ook geschreven dat alles wat te maken heeft met service to human beings, alle beroepen die daarmee te maken hebben, dat die een enorme toevlucht zullen nemen. Maar ook onderwijs op dat vlak. Er zal een gigantische boom in business komen in DNA-onderzoek, in artificiële intelligentie. Maar ook wat ik zei, de zogenaamde service-industrie, menselijke interactie, dus personal trainers, diëtistes, life coaches, maar life coaches van mensen die weten hoe het leven in elkaar zit en niet een product willen verkopen om daar rijk van te doen. Consultants die diverse vormen van ontspanning kennen, die jou daarmee kunnen helpen. Er zal een grote toename komen in martial arts, tai chi, qigong, yoga. Alle bewegingsvormen met het fysieke lichaam, die helpen de geest vrij te maken. Niet omdat die bewegingsvormen beschreven staan, dat die toe zullen nemen, maar omdat jouw God particle, die goddelijke energie, zich manifesteert in deze tijd die geregeerd wordt door wat je allemaal voorbij hebt horen. En die interne energie, die vraagt niet meer om hardlopen en rennen op de sportschool. En natuurlijk kan je nog steeds hardlopen. En natuurlijk moet je naar die sportschool gaan. Maar intrinsiek is er een energie die vraagt om daaronder, onder dat level, dieper nog met iets te gaan werken wat jou helpt je nieuwe richting te geven en vooral de nieuwe richting te geven in je nieuwe mind, je nieuwe geest, de nieuwe spirit, het nieuwe vuur wat komt. Dus heb je ooit al het verlangen gehad om in die richting iets te gaan doen? Kijk, ga een plan schrijven hoe je dat misschien een invulling kunt geven. Droom. Dream your world into being, zeggen de shamanen. Want het begint bij droom. Droom wat je wilt, droom wat je wenst. En divinatie. Mij heeft het altijd enorm geholpen. Buiten dat je de normale dingen doet om vooruit te komen. En of dat nu studies zijn, trainingen, of dat dat therapieën zijn, of dat je hulp haalt bij een psycholoog, bij een andere hulpverlener. Al die dingen, dat zijn allemaal gereedschappen. Maar soms ben je op een punt dat je denkt, niemand kan hier een antwoord op geven en ik wil mezelf beter begrijpen. Ik loop al 10 jaar langs de lijn, of misschien al wel langer, langs de lijn van een Indiase astroloog. Ik kan niets anders zeggen dan dat hij elk van die 10 jaar mij en ook Frits, mijn man, een richting aan heeft kunnen geven die voor ons beiden een leidraad is geweest langs onze ontwikkeling. Willem Simmers maakt onze Indiase horoscopen. Daarnaast is hij enorm begiftigd in een speciale studie die gaat over maanstanden. Hij combineert alles. Ik kan het lang niet zo goed uitleggen als hij. Maar Indiase horoscoop heeft mij geholpen richting te bepalen. Modivinatie, de methode die ik mijzelf geleerd heb, die de Dalai Lama gebruikt om
in hele diepe spirituele vraagstukken antwoord te krijgen, richting te krijgen. En naar aanleiding van een MO-consult krijg je ook altijd een opdracht die spiritueel is. Maar ook MO heeft mij door, zeker de laatste 2 jaren dat hij in Nederland woonde en dat heel erg zwaar was vanwege heel veel omstandigheden. MO heeft mij door die 2 jaren heen geholpen, maar ook hoop en vertrouwen gegeven. Dus divinatie, zo je het wil, waarzegging, het lezen van energieën, zoals die door de kosmos bepaald zijn, zoals die door de wereldklok, de klok van de kosmos bepaald worden, nog steeds, elke ademhaling die wij doen. Een divinatiemethode kan die lezen en die kan jou helpen. En dat is misschien ook iets wat je in je jaarplan mee kan nemen. Dat is een van de stappen, zeker als het over je soul travel gaat, de reis van je ziel gaat, je diepe beoefening gaat. Dan kan dat heel veel helderheid en inzicht geven. En als je je plan gaat schrijven en je denkt, oh, dat is een hele brei, dat is best ingewikkeld, waar moet ik beginnen? Dan kan je heel simpel beginnen bij, dit is de 9e webinar, bij de onderwerpen van de webinars. Ze staan allemaal op YouTube. Je kunt ze 1 voor 1 volgen of dingen eruit gaan halen, zodat je je jaarplan kunt maken. Het eerste webinar ging over de nervus vagus. Hoe kom ik? Hoe breng ik mijn zenuwstelsel tot ontspanning? Want alleen als je ontspannen bent, kun je goed nadenken en kun je makkelijker informatie opnemen. Het tweede webinar ging over hoe je naar je eigen lichaam kijkt en dat dat eigenlijk bestaat uit verschillende lichamen, verschillende lagen die allemaal hun eigen regels hebben. En het derde webinar ging over de adem die daar doorheen stroomt. Al die punten kun je op een rijtje zetten en die kun je voor jezelf. En je kijkt dat even terug. Oké, hoe kan ik dit invullen? Hoe kan ik dit invullen? Het vierde webinar ging over voeding. Dat lichaam, dat nieuwe manier van het lichaam kijken. Hoe moet ik mijn lichaam voeden? Wat is belangrijk bij voeding? En het webinar aansluitend ging over het immuunsysteem. Als je je goed voedt, is je immuunsysteem sterk. Kun je dat goed onderhouden? En dat immuunsysteem kun je mee werken omdat het door je bindweefsel stroomt. Omdat het het levend skelet is van je lichaam. En het prachtige filmpje van Jean Bartel wat je kunt zien. Daar kan je alleen maar achting hebben voor wat er door jou heen stroomt. Als je dat hebt bekeken, het webinar erna, webinar 6, ging over ontgiften. Daar wordt aangegeven fases van gif hoe die in het lichaam kunnen zitten. En dan kun je bij jezelf kijken, oh wacht even, volgens dit schema, oh kan ik daar zitten? Dus misschien kan ik daar mijn focus op gaan zetten. En het 7e webinar ging over leefstijl. Hoe kan je leefstijl, je gedrag, je behavior, hoe kan je leefstijl, je gezondheid beïnvloeden? En waar kun je misschien in je leefstijl wat winst halen? En het 8e webinar, het webinar van 2 weken geleden, ging over je constitutie, het vaststellen van je constitutie. Dat is van belang, want als je constitutie goed hebt vastgesteld, kun je makkelijker je leefstijl invullen. Weet je veel makkelijker welke voeding er bij je past. En kun je veel makkelijker manoeuvreren door die bovenste regionen van lichaam en van adem. Als je voor jezelf per webinar
één hoofdstuk maakt of één blad maakt, ga gewoon dingen opschrijven. Ga post-its plakken. Alles wat je bedenkt. Gooi termen erbij. Dat is de manier waarop je een plan kunt maken. Waarop je die, ja, als je divinatie erbij neemt, die 9 verschillende gebieden kunt pakken. Als je die voor jezelf uit gaat werken, dan kom je vanzelf op een stuk wat zegt, dit is jouw constitutie. Dus dit is jouw focus. En als je constitutie lem is, als je constitutie bekken, kapha hebben we dat genoemd, of kapha pita is, pita kapha. Als het kapha pita is, dan weet je, of dan kan ik je zeggen, of een Ayurvedisch arts, of een Chinees arts, hey, dan moet je meer op je lymfehuishouding gaan letten. Of dan moet je op je waterhuishouding gaan letten. Hey, dan is het goed dat je even je hormoonklieren in de gaten houdt. Met die vertaalslag, geen probleem, die wil ik graag voor je maken. Maar ga voor jezelf langs de lijn van die webinars kijken. Dit is wat ik in mijn plan, in mijn jaarplan op zou kunnen nemen. Want het Yang watertijgerjaar, wat nu ingaat, het is vandaag nieuwe maan. En nieuwe maan betekent, eigenlijk heet het donkere maan. Donkere maan betekent, er is geen maan te zien in de hemel. En nieuwe maan is het allereerste streepje licht van de maan, wat weer terugkomt om naar volle maan te groeien. Exact wanneer dat eerste streepje licht te zien is, dat wordt bepaald door de meest intelligente astrologen in Tibet, die zeggen, die berekenen op een millihonderdste seconde wanneer Lozar start, want dan hebben al die planeten, die constellaties in de kosmos, hebben een zodanig nieuw verband met elkaar, dat die nieuwe energie naar de aarde komt, dat die soep om de aarde heen anders is, en dat die nieuwe energie jou gaat dragen, je nieuwe ontwikkeling in jou gaat dragen, je nieuwe plan in. En droom je wereld. Doe in het dagelijks leven wat je moet doen. Ga dingen opschrijven, uitzoeken. Ga dingen opruimen. Vraag hulp als je het nodig hebt. Maar daarnaast droom. Verbind je met je wens. Verbind je met je hart. Verbind je met datgene wat de kwaliteit in jou maakt en waarmee je op welke manier dan ook de wereld en de nieuwe wereld die eraan komt, dat je die kan dienen met iets wat in jou leeft. Want je bent nu hier op deze planeet, dat is niet voor niets. Je hebt iets meegebracht wat deze tijd dient en wat daarmee jou dient, je dharmapad of je pad, je journey in dit fysieke lichaam. En ik wens je enorm dat je onder water je verlangens gaat voeden, je dingen doet. Dingen zo lang voor jezelf houden tot ze klaar zijn om geboren te worden. Voed je wensen, voed je je diepste kwaliteiten. En vraag hulp waar dat nodig is. Ik wens je voor dit watertijgerjaar het meest bijzondere jaar wat je je kan wensen. Met veel gezondheid, heel veel geluk en met bizar bijzondere momenten. Heel hartelijk dank allemaal. Dank voor jullie deelname. Dank voor de donaties die naar de steppenkinderen in Tibet zijn gegaan. En heel graag tot een volgend webinar. Voorlopig houden deze webinars even op woensdagavond. Maar als je abonneert op mijn YouTube-kanaal,
Dan krijg je vanzelf een post in je e-mail wanneer er iets nieuws staat. En dat zal altijd gratis zijn. Alle informatie, alle gezondheidsinformatie die je daar kunt vinden, die openbaar wordt, die kun je delen. Die mag je gebruiken waar je die wil. En gebruik hem vooral om jezelf en je diepe verlangen, je diepe wens warm te gaan geven. Enorm dankjewel.